Ga je beginnen? Ja. Deze is er wel een beetje als een kuikentje bij. Ik leek nu een gorilla naast jou. Hallo allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een video van mij. Ik weet niet of jullie de kanaal van Nessie in de gaten hebben gehouden, maar we hebben laatst eens een relatietest gedaan op zijn kanaal. Dus klopt. Als je het nog niet hebt gezien, ga dat eerst even checken. De beurt is nu aan mij. Dus vandaag gaan we een relatietest doen en Nessie moet vandaag de vragen beantwoorden. Ik ben echt benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd wat voor vraag je hebt. Hoe zeg je dat? Voorbereid? Ja, voorbereid. Ik heb ze echt letterlijk net een paar seconden voorbereid. Dus ik hoop het ook echt dat ze leuk zijn een beetje. Ik doe 10 vragen. Ja. Hoeveel mag je er fout hebben? Ik heb 3 gezegd bij mij. 3. Dus jij mag er 3 fout hebben. Anders moet je een challenge doen die ik later ga bedenken. Want die heb ik nog niet bedacht. Ben je er klaar voor? Helemaal klaar. Echt een spannend muziekje erop onder doen. Ik mag niet kijken op jouw pagina nemen dan, toch? Nee. Oké, we gaan starten. Noem mijn eerste baan op. Ja, jij wat moeilijk doen. Hier, dan krijg je hem ook. Noem mijn eerste baan op. Jouw eerste baan. Is dat die met die 0-uren contract? Was dat die? Die telefoniste. Wacht. Nee. Ik ben niet klaar. Nee, ja. Of bij de gemeente heb je ook nog gewerkt. Dat is dan niet mijn eerste baan. Nee, van stage. Kut, wat was jouw eerste... Heb jij in een frietent gewerkt? Hoe kom je daar nou weer bij? Ja, die weet je niet, hè? Wacht even, ik ben nog jij aan het nadenken. Jij wou stoeren met je vragen, dus ik dacht, ja. Jouw eerste baan? Mijn echt allereerste baan. Allereerste baan. Ik moet echt denken, ik... Krantenwijk! Nee! Krantenwijk! Hoe weet jij dat? Omdat jij nog vertelde dat jouw vader jou meehielp. Ah, nee. Oh, die had ik echt niet verwacht. Ja. Wat is mijn lievelingssnack? Op het moment? Ik ga je niet meer helpen, want maar ja. Je niet goed hebben, maar die heb je goed. Wat is mijn lievelingssnack? Ja, maar zoet of zout of wat je hebt veel. Lion. Het eerste dat er in je opkomt, wat is mijn lievelingssnack nu? Lion. Nee, frikandel. Dit is geen snack! Nee, maar dit bedoel ik. Frikandel is meer een avondetenachtig iets. Ja, maar jij had ook discussies met mij over jouw vragen. Nee, maar meer een snack is een, net als vroeger had jij Bueno. Nu heb je een Lion, vind je lekker. Dat zijn snacks, toch? Frikandel is ook een snack. Nee, ik vind het nep, man. Nee? Ik vind het echt nep. Dit vind ik echt nep. Jammer dan. Nu mag ik bepalen. Wat wil ik worden voordat ik jou ontmoette? Britney Spears, weet ik. Nee, wat wil jij worden? Voor ik jou ontmoette. Oké, je studeerde rechten. Kom op, man. Wat wil jij worden? Eerlijk, volgens mij weet iedereen het zonder dat ze mij echt volgen. Wat wil jij worden voordat je mij kende? Kom op, Nes. Advocaat. Ja, jurist. Ik jurist. Kan goed. Ja, ja. Toch? Okay. Stel je voor, we gaan naar de Starbucks. Oeh, wat bestel jij? Wat zou ik bestellen? En ik... Jij bestelt een cappuccino met amandelmelk. En sucrine. Stom mens! Wat? Dat moet ik nog niet vragen. Dit zijn echt Mirjam vragen. Noem 3 obsessies van mij. 3 obsessies? Ja. Selena Gomez. Ja. Eten. Kijk, die derde is gevaarlijk, want het kunnen er zoveel dingen zijn. Ja, ik wil geen Britney Spears zeggen, want het is al een beetje oud. Dat is niet echt een obsessie meer. Series kijken of zo? Van die Temptation Island-achtige dingetjes kijken? Nee, fout! Wat? Fout! Maar jij zegt dat ik meerdere dingen mag opnoemen. Nee, maar die staat er niet eens tussen. Nee, Britney fout. Spears? Nee, fout! Wacht, ik ga gewoon blijven tot... Nee, dat deed bij mij ook niet. Gomez? Nee. Eten? Je hebt al fout. En koffie? Nee! Jawel! Maar heb ik niet opgeschreven, nee. Even heel serieus, je had series opgenoemd, je hebt helemaal verkeerde series opgenoemd. Wat kijk ik nou de laatste tijd? Ja, Fiancé. En die detective documentaires. Ja, omdat je deze week iets hebt gekeken, zo jouw obsessie. Ik ken jou al 80 jaar, man. Hé, hey, schat, dat was mijn obsessie ook voordat ik jou ontmoette. En nu... Oh! Ik vind dat ik het goed heb. Ja, sorry hoor, ik vind het gewoon goed. Koffie doe ik ook wel goedkeuren. Precies. Jezus, hey, ik had niet verwacht dat jij ook zo zou doen zoals ik zou doen. Ja, ik ben ook zo. Ik wist niet... Jongens, het is een ram, hè. En ik ben een schorpioen. En ik reageerde precies hetzelfde op zijn vraag. Voilà. Wat vind ik het mooist aan jou? Mijn maanhoofd. Nee! Mijn neus. Nee! Ik had het laatst... Mijn kippenkontje. Ik had het laatst nog heel gezegd. Wat vind je het mooist aan mij? Ik zei tegen jou, oh, dat vind ik echt het mooiste wat er bestaat bij jou.
Mijn tanden. Besef, ik zit er allemaal dik op te doen. Mijn kippenkontje doet dat. Oh, ik heb het zo warm. Oh, dat was zo grappig. Oh, ik ben aan het huilen, man. Oké. Okay. Domme. Dat heb je al beantwoord. Wat is mijn lievelingsdier? Ja, mijn lievelingsdier? ik denk aan een leeuw. Ja, man. Ja, toch? Hoe weet je dat? Ik dacht dat je zou zeggen kat. Oh, mijn god. Als je een taart voor mij moest bakken, welke taart zou ik dan het lekkerst vinden? Een chocoladetaart. Met... Nee, wacht even. Een carrot cake. Zou je dat vind je echt lekker? Een chocoladetaart vind je echt lekker? En ja. Ik keur hem goed, maar wat? Eigenlijk zou ik gewoon voor bananencake kiezen. Een taart is geen cake. Zo, je make-up is helemaal uitgelopen. Echt? Jezus. Nee, maar ik keur hem wel goed. Ja, toch? Ja, toch. Oké. Okay. Nou, ik ga gewoon even wat moeilijker doen. Van wie heb ik mijn krullen geërfd? Geërfd? Hoe zeg je dat? Van wie heb ik mijn krullen ge... Ja, ik snap je wel. Ja? Wel, nou niet van je vader in ieder geval. Nou. Niet kan. Ja, ma, ik heb ook geen krullen. Wacht even. Jouw opa of oma? Ja, die keur ik echt niet goed hoor. Het is opa. Opa of oma? Nee, het is oma. Waarom opa of oma? Maar zei jouw opa toch ook krullen? Ja, met jouw tassen zei je toch ook. Zei ik ook oma. Toen zei nee, het is mijn opa. Ja, je hebt gelijk. Ja. Klopt. Ik heb er twee fout. Hoeveel diploma's heb ik en welke zijn dat? Hoeveel diploma's heb jij? Ja. Oké, je hebt sowieso geen zwemdiploma's. Nee, ik bedoel echt van school, schat. Oh, ik dacht dat je echt alle diploma's... Nee, hoeveel schooldiploma's heb ik? Je hebt twee diploma's. Mm-hmm. Eentje is van de middelbare school. Ja, en wat tweede, diploma? Boeit dat? Ja. Ja, is, laten we zeggen, goed genoeg om HBO te gaan doen. Dus ja, sowieso HAVO. Ja, HAVO. Oké. Okay. En dan, oh ja, je hebt rechter gestudeerd, dus dan heb je diploma rechter. Hoe heet dat? Gewoon rechter is goed. Precies. Joh. Even kijken. Wat is mijn droomauto? Ja, droomauto is een Range Rover. Nee. Ja, jouw droom had er een Range Rover. Ja, ik dacht. En dan zeg gewoon, aan twijfelen toch? Want je rijdt nu een Audi. Denk misschien een Audi, nee. Nee, Range het meest haalbare zeg maar, voor mij is een Range Rover. Ja, dat Range ik zou Rover. Willen. Maar als ik echt mocht dromen, dan zou ik echt zo'n gek worden. Wel groot toch? Je had ook een grote auto. Ja. Range Rover Evoque. Dan zou ik echt gek gaan. Oh, ik heb nog steeds mijn ogen nog steeds, jongen. Waar geef ik het meest geld aan uit? Waar geef jij het meeste geld aan uit? Wat bestel jij het meest? Ik denk toch wel kleren en make-up, man. Maar... Echt? Dat is antwoord? Wacht even, nee, wacht even. Je eet ook veel. Als in, je bestelt veel eten. Dus ik denk dat je... Wel, dus eten en... Ik heb twee dingen opgeschreven, dus je moet die tweede goed hebben. Ik heb twee dingen opgeschreven. Eten en... Is het zeg maar de dingen als pasta lassen, maar tank? Is dat ook mee? Of zijn het echt dingetjes, nee, gewoon hebben dingetjes? Ja, ik ga niet tanken okay. En eten zeggen. Ja, oké. Okay. Eten en make-up. Eten en kleding. Mohim. Is hetzelfde. Ik heb het echt goed gedaan. Jij hebt het echt goed gedaan. Ik had het echt niet verwacht. I know my wife. En het ergste van allemaal is, hij hoeft geen challenge te doen. Hij heeft gewoon gewonnen. Jij hebt gewoon gewonnen. Ik ken jou, hè. Ik vond het echt best wel leuk om te doen. Hebben jullie nog meer van dit soort challenges voor ons? Want we vervelen ons dood, laten we heel eerlijk zijn. Laat hier ronde achter en dan nemen we het zo snel mogelijk op. Ik ga het gewoon vandaag nog voor jullie editen. Trouwens, er komt binnenkort een leuke... We hebben eergisteren een leuk idee bedacht. We hebben een heel leuk concept bedacht voor mijn kanaal. Nieuw programma. En die komt binnenkort ook online. Leuk hoor. Dag.